Wat ben je doen, ouwe? Wat ben je aan het doen? Tape. Waarom? Video. Echt? Wat gaan we doen dan? We gaan kapot snel maken. Waarmee? Met een uitlaat. Echt? Hé, maar wat zijn die andere dingen dan? Kapot. Wordt die dan extra licht? Ja toch. Extra licht. Haarkraatje dus, voorbocht in het einddempertje, we gaan ze even openmaken. Oh, dit is het voorbocht. Voorbocht dus. Ja, vet hè, het staat gewoon op welke het is, of voor welke het is. Ja, mooi. Gaan we eerst luisteren hoe je nu klinkt. Straks is je beter. Oké. We gaan vandaag deze Akra-poppetje uitlaten monteren op deze Dragster. En al deze carbon delen. Even kijken, dus het achterspanbod, voorspanbod, die zit hier. Die moet daar komen. En een grilletje. En als laatste dus de Akra-poppetje uitlaat. Titanium. Mooi. Super licht, wordt die nog lichter. Want hij is origineeltje gewoon niet licht, hij is heel zwaar eigenlijk. Natuurlijk de aardelsysteem, dan pakt hij 140, 145 op de teller straks. En er was nog... Oh ja, we gaan ook een vireootje monteren in de koppeling, dat wist je niet hè? Dat wist ik niet. Gaan we ook nog monteren. Zie je zo meteen een beetje chakalak, want Jesse en ik, dat is Jesse. Ja. Wauw. Origineel. Carbon. Dat is toch de moeite, hè? Dat is toch de moeite. Joey. Hey. Hoeveel verschil denk je dat het is? De helft. De helft? Ja. Hoor je het voelen? Ja. Hoi, Joe. Ja, de helft. De helft? Ja. Hoeveel weegt deze, denk ik? 70 gram. 70? Ja. 165. Wow. En die? 70. 100. Oh. Overdruk. Oké, jongens. Dat is goed inbrengen. Ja? Ja. Dat is wel vet, man. Weet je waar dit voor is? Ik denk koffiestof. Nee, maar voor je cv-ketel. Echt? Ik ga toch nog geen transport rijden, want de klant kan zo meteen pas. Dus ik ga vast dit kapje vervangen. Nou, het lijkt alsof het maar 3 schroefjes zijn per kant. Dus 6 in totaal. En dan heb je het kapje ook vervangen. Ik heb net eventjes erop getikt. En het is echt super hard materiaal. Het buigt ook nauwelijks. Ja, het ziet er mooi uit hoor. Binnenkantje. Dit is de eerste keer trouwens dat het carbon ook laat zien. Ja, super dik. Ja, echt super dik. Ja, maar ik ga het ook aanbieden via joeyschaap.nl, via de website. Echt? En dan mooi deze film als referentie. Dat je kunt zien hoe het eruit ziet als het gemonteerd is allereerst, maar ook hoe de montage moet. Maar montage is echt super makkelijk. Het is nu winter, mijn lippen zijn helemaal stuk. Zijn die gemaakt voor dit weer, hè? Ah, ja, jongen. Kijk eens erop. Okay, met carbon kan je dat echt niet doen, jongens. Want dan breek je het af. Weet je wat ik ook kan doen? Ik kan ook gewoon het zadeltje even loshalen. Ik heb het toch gezien. Dat is toch mooi. Vooral zoals jij het zegt. Dat mooi is? Mooi. Mooi.
twee aan één scooter sleutel. Ja, dus deze ook eindelijk af. Ik heb het zadeltje eraf gehaald, vier van deze imbusjes, imbusjes 4. Die zit hier dus. Die is nu weg en dan kan ik nu, denk ik, 10 keer makkelijker deze op zijn plekje zetten. Ja. En dat is ook echt zo, Jeroen, serieus. Oké, kappertje zit erop, past perfect, sluit mooi aan. En zo ziet het eruit. Oké, jij bent lekker met deze bezig. Ik ga vast hier het luchtfilter loshalen, kan ik een stukje eraf halen. Ja. Want we gaan er ook een multivar in gooien in de koppelinghuis en de koppeling excuses. Dus dan is dat ook vast los, want voor de spabbert zometeen moet hij hier ook bij het luchtfilter los, dan heb je meer ruimte. Ik ga deze kant doen. Pik juist bij een politieagent moet je alles heel slecht behandelen. Dat vinden ze heerlijk. Hoezo? Dat vinden ze gewoon heerlijk. Zijn toch politieagent? Ze willen gewoon vieze seks gewoon. Ja, ze tikken mijn naam en zie ze nog een paar openstaande bloedjes zetten. Ach, ik lig met een bal in mijn bek en vastgekeken. Ik ga even op pad, ik ben even op locatie mijn scooter uitgooien. Nu is het toch echt. En jij kan even lekker met je hoofd het even doordoen. Als hij zo meteen klaar is. Voor zover ik kan met filmen, dan moet je even zelf op de knopje drukken. Hieronder abonneren. Ja, oké. Hoi. Ah. Joey en iedereen is allemaal, iedereen is weg. Ik ben even alleen op de zaak. Het achterspotblot zit erop. Wat belangrijk is om te weten, als je deze monteert. Je haalt een keer je luchtfilter los omdat je in je katerkap moet zijn. Haal dan aan deze kant deze twee schroefjes los die hier zitten. Die daarvoor. Doe je dat niet namelijk, dan breek je het kabel in één keer af. En dat is natuurlijk doodzonde, want ze zijn niet goedkoop. Mag ik wat grappig zeggen dan? Ja. Nou, Nesem staat echt met zijn winterjas aan en Jeroen staat hier met t-shirt. Nieuwe dag jongens, ik heb even filmpje teruggekeken wat we hebben geschoten. Ik moet één ding toelichten. Toen ik het had over de vieze seks met de politieagent. Het verhaal was, Jesse was hier gisteren, is een vriendje van ons. Er is een politieagent, die vindt hem heel leuk. Ze willen heel graag met elkaar zijn en dingen doen. Maar hij is terughoudend, hij doet de pussy. Dus ik zei, Jesse, maak er kapot. Ze wil het, ze vraagt erom, ze zegt het ook echt. Daar ging het over, ja. We praten in films nooit zo. Dat kan ook niet op YouTube. Ik heb het wel laten zitten, het is hartstikke grappig. Maar dan begrijp je de context van het verhaal, oké? Vet met die Drexter. De Belosti Multivar moet er nog in, die heb ik klaargelegd. Hier ligt hij. De Multivar dus. Met de Malossi Delta Clutch Maxi voor motorscooters en 17 gram rolletjes. Ik zat te twijfelen tussen 16 en 17 gram rolletjes. Bij de Fido Kit zit 16, die moet je sowieso minimaal monteren. Maar met 17 doet hij toch ietsje beter, omdat hij best wel zwaar mag zijn en laagtoerig mag zijn, omdat hij dan goed performt. De auto heeft Jeroen gisteren al gemonteerd, samen met Nassim nog eventjes. Alle carbon delen zitten nu, het achterspoorbordje ook, ziet er mooi uit trouwens. Nu ga ik hem even snel opensnijden. Ik monteer de Multivar in het blok. Dit is de oude variateurstuk. Nou, dat hebben we in een andere video hebben we dat maar helemaal laten zien en hoe dat eruit ziet. Paarse hol is wel grappig. Weet je trouwens een paarse tong heeft? Nee. Giraf. Ja, ik zie het. Hoe weet jij dit? Een beetje naar Geographic. Zo kom ik ook achter al die informatie van politieagent, snap je? Oh ja, ja. Nee, grappig. Oké. Dat zijn andere sites. Ze praten gek met elkaar over de app. Puntje bij paaltje zijn ze allebei hier in mijn zaak. En doen ze gewoon echt pussy, weet je. Ze echt alsof ze elkaar niet eens kennen. Terwijl op de app praten, gek. Ik zie gekke gifs voorbij komen. Maar echt lijpe dingen. Dus daarom was het best wel bruut wat ik zei. Maar het is wel op dat gebaseerd. Ik heb gezien wat een gesprek is. Daar heb ik gewoon een stuk gaan. Ik wil...
Iedereen is maar een mens. En dat blijft zo, wat je ook bent. En dat is goed. Weet je waarom? Nou? Anders komen er geen nieuwe kinderen. Check, goed. Variootje zit. 17 gram rolletjes dus. Dit is de koppeling met de pulleys. En ik heb er speciale doppen voor gekocht. Wauw. Ja, het zijn echt kapot grote doppen. Oh. Was deze? Wow. Als je je teen valt, breekt je voet gewoon. Nou, die niet in ieder geval. Okay. Was deze? Nee, niet. Was die? Ja, eroverheen. Oversized. Deze. Ook oversized. En dit is een 50. Dan gaan we naar de 46. En die past als gegoten. Oké, jongens. Ik ga één ding vertellen. Dit lukt je bijna niet zelf. Je hebt gewoon goed gereedschap voor nodig. Ik heb wel eens een keer zonder goed gereedschap gedaan. Dan krijg je beunenacties. Doe maar niet. Als je zelf dit spul niet hebt, breng hem gewoon naar of ons of een andere dealer die het kan doen. Maar sloop het niet zelf, want dat hoeft niet. Het is wel dure shit. Zo, nou alles valt gelijk uit elkaar. Druk veel lengte, flink verschil. Maar de spanning is ook gewoon anders van die van Bellossi. Dus dat is niet erg. Als we naar de koppeling kijken, dan zie je hem zo zitten. Deze ook afstelbaar, mocht het nodig zijn. Dan kan je hem hier of een andere spanning zetten met deze koppeling. Nou, de witte drukveer dus, gewoon weer terug op het plekje. Beetje draaien is zeker goed. Koppelingetje doe je erin. Zo. De moeder weer op, zo ver als mogelijk handvast. Als je het dan toch zelf doet. Want als je hem zo ver als mogelijk handvast zelf vastzet, heb je minder kans dat je vrot draait op die pulley. Ook motorisch, nu klaar. Op de uitlaat zit ook al. Er zit standaard dus een Mitsubishi face naar in. 22x854, dat is de maat. Merk Mitsubishi. Ah, moeilijk om diep in de pulley te krijgen, maar het is wel noodzakelijk. Anders krijg je niet meer op zijn plek zo meteen. Zo, oké. Koppelinghuis die laten gewoon origineel. Is prima. Oh. Deze ring op de Variobus. Vrij dikke ring. Die moet daar. Zie je, er is ruimte tussen de V-snaar. Dat moet. Want dan kan je de pulley goed vastzetten zo meteen. En dat is deze. Zo. Zo. En. Is het nog flink los, dat is goed. Okay, kunnen we fruttelen. En dan doen we nu de kartkap. En bij de kartkap is dit deel heel belangrijk. In de kartkap zit het plastic deel. En die kan heel makkelijk stuk. Dus je moet heel voorzichtig hem terugzetten op zijn plek. De koppeling moet je er nog op natuurlijk. Yes, perfect. Ja, cool. Zit alles erop? Ja, nu zit echt alles erop. Moeren zitten vast. Koppeling zit netjes. Dat plastic bus zit netjes. Dus nu gaan we gewoon de kartenbouw erin doen. En dan kunnen we gaan luisteren hoe het motortje klinkt met die uitlaat. En echt alle accessoires die we nu op voorraad hadden voor deze ITR Dragster. Oké, klaar. Een beetje koopvet. De bouwtjes. Niet dat deze scooter ooit regen zal zien. Maar toch voor het idee. Yes. Oké, dan. Zo. En zo meteen het laatste stuk dus. Ik moet even starten, even luisteren hoe die klinkt. Ik heb natuurlijk al een keer video gemaakt hoe de uitlaat klinkt, sowieso. Maar? Misschien was die video niet gezien, dus we moeten gewoon even nog een keer starten. Het is zelfs mij ook al lang geleden om te horen hoe die klinkt hoor. Hoi, hoi, goeiedag. Kijk, en dit zijn de laatste twee snoepjes. Kan je het zien? Die zit nu ook op een plek. En als deze dan vast zit, dan zit het spouwboot echt als een huis. Dit was mijn jongens, op tegen gaan we starten. Nou, we hebben dus carbondelen gemonteerd in deze aflevering volgens met Joey. Het achterspatbord, onderkant van het zadeldeel. De neus hier. De neus, de grill, hoe je het ook noemen wil. En tot slot het voorspatbord natuurlijk. Er is een Akrapovic uitlaatje ondergaan, die klinkt zo. Is je deze al vast? Ja, is die al vastgezet? Is die zo? Ja.
lang stilgestaan, hopen dat hij start. Ja, ja, ik weet het dit. Hard. En dit, jongens, is het hele open systeem. Met deze heb je het meeste rendement als je de auto vervangt op je topsnelheid en trekkracht. We hebben ook voor de trekkracht en topsnelheid de Molossi Multifire gemonteerd en de koppeling van Molossi, de Maxi Clutch, Delta Clutch koppeling, die afstelbaar is als je hem anders wilt afstellen voor meer toeren vanuit stilstand. Dit is hem, jongens, we hebben een ITR drekstel mogen bouwen. Super dik apparaat. Uitlaatje erop. Deze is absoluut niet goedgekeurd voor de openbare weg. Dus als je deze neemt, weet dan dat je gezeik krijgt met politie. En dat is echt zo. En dit was exemplaar 344, jongens. Dit was hem, de ITR Dragster. Lekker een beetje zitten knutselen, een beetje bouwen. Een beetje gek wel over politieagent. Ah ja, fijn. Dan gaan we hem terugbrengen en gaan terug naar Apeldoorn. Lieve mensen, dit was de aflevering van ITR Dragster. Dankjewel voor het kijken, voor de leuke video. Duimpje omhoog, abonneer op Vos met Joey. En druk op het belletje voor die volgende aflevering.